We zijn nu aangekomen bij de keynote. Ik wil graag de heer Gilbert Sylvius introduceren. Dus de heer Gilbert Sylvius studeerde bedrijfskunde en bedrijfseconomie aan achtereenvolgens de Koninklijke Militaire Academie, de Erasmus Universiteit en de Katholieke Universiteit Leuven. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring als consultant en projectmanager op het snijvlak van business en ICT. Hij combineert dit werk sinds 2008 met de rol van lector business, ICT en innovatie aan de Hogeschool Utrecht. Gilbert Sylvius zal in zijn presentatie ingaan op duurzaamheid in projecten en projectmanagement. Dames en heren, Gilbert Sylvius. Dankjewel. Even kijken, we gaan het met deze doen en die werkt ook, geloof ik. Goedemiddag. Gerard, heel erg bedankt voor de uitnodiging om hier een beetje het slotpleidooi te verzorgen. En hartelijk bedankt voor de introductie. Ik zat net even te denken, want ik ben op zich sinds eind 2002 al lector. Maar mijn eerste leerstoel heet anders inderdaad. Maar eind vorig jaar mocht ik vieren dat ik 10 jaar in het hbo zat. Dat is best wel een lange tijd. Maar het is voorbij gevlogen, moet ik zeggen. Even kijken, duurzaamheid. Ja, in mijn werk op de hogeschool, inderdaad lector, business ICT en innovatie, heb ik eigenlijk twee lijnen opgebouwd. Eén gaat over business en IT alignment. Dat is een ontzettend onhandige term. Zeg maar informatiemanagement, dat is wat handiger. En het andere gaat over projectmanagement. En we koppelen aan met name dat projectmanagement, en daar ga ik straks iets over vertellen, koppelen we het thema duurzaamheid. En dat doen we eigenlijk nog ietsje minder aan business IT alignment, maar dat moet zich nog ontwikkelen. Oké, dat doen we. Laten we eens even kijken. Wat is er aan het gebeuren? Duurzaamheid, hype of hoop? Nou, laten we in ieder geval hopen, of laten we in ieder geval denken, ik denk dat het realiteit is. Dus even kijken. Green IT is natuurlijk op de agenda gezet. Een jaar of 5, 6 geleden eigenlijk. Het begon al ietsje daarvoor, maar echt bij veel bedrijven gewoon op de boardroom IT agenda. Zo'n beetje vanaf 2006, 2007, toen Gartner eigenlijk de vergelijking publiceerde met de CO2-uitstoot van de IT-industrie of het gebruik van IT. En die vergelijkt dat met de vliegtuigindustrie. Ja, de vliegtuigindustrie, dat klinkt allemaal niet zo duurzaam, dat klinkt heel erg eng. En nu dachten we opeens van, hey, IT zit in hetzelfde bakje. Dus dat is niet goed. Daarmee kwam enorm de awareness op. Wat je ziet dat er gebeurt, en ik zie dat ook vanmiddag wel voor een deel terugkomen, dat daarmee heel erg de nadruk gefocust wordt, als het over green IT gaat, over het energieverbruik. En dat is natuurlijk een groot item. En het energieverbruik niet alleen van de computer zelf, maar ook van de koeling daarvan, noem maar op. En dan met name de datacenters. Je merkt het ook bij discussies over ICT in de hbo-instellingen. Maar dat is niet alles. Er is ook nog een andere grote brok eigenlijk waar we ons zorgen over zouden maken. In de discussie die ik vanmiddag waar ik aan deelnam, kwam dat kort naar voren. En dat is eigenlijk alle spullen die er in IT-spullen zitten. En hoe lang dat vervolgens meegaat en hoe snel we dat weer dumpen. En wat dat betreft hebben we als IT-industrie, nou zijn wij niet de IT-industrie natuurlijk, maar toch, wat dat betreft heeft IT-industrie een verschrikkelijk slecht track record. Tegenwoordig doen we misschien 4 jaar met een PC, maar er is toch heel lang geweest dat als een PC 3 jaar oud is, dan vinden we hem toch wel oud. En dat hebben we nu met de telefoons. Wie heeft er een telefonische zak die ouder is dan 2 jaar? Wat heeft u nou een telefoon, zeg je? Jeetje. Goh, het wordt hoog tijd dat u een nieuwe neemt. Nee, maar het tempo waarin wij onze IT-devices met name, niet zozeer de bedrijfsmatig gebruikte dingen, maar met name wat je als gebruiker ook ervaart, het tempo waarin we dat vervangen, dat is schrikbarend geweest. Het gaat nu wat beter, maar oké. Daar kun je 2 dingen aan doen als je aan Green IT denkt. Punt 1, op het moment dat ze obsolet zijn, haal die metalen en dergelijke er weer uit. En dan op een wat andere manier dan ze laten afvikken op een vuilnisbelt in Afrika. En 2, gebruik ze gewoon langer. En er wordt ook wel gezegd, ja, misschien dat je ze ook wel kunt upgraden. Nou, er zijn ook wel onderzoeken naar. Dus dat is een beetje de green IT kant. Nou, er gebeurt een hoop op. Het heeft een hoop aandacht en heel terecht. Maar wijzen vele denkers erop
Er is ook een andere kant. IT doet ook veel voor de maatschappij. En IT heeft een ongelooflijke potentie om bedrijfsprocessen efficiënter te maken. Van alles, eigenlijk ons leven te veranderen. Ik zal eerlijk zeggen, dat heet een beetje de Green IS-hoek. Of Greening by IT. Of ik hoorde vanmiddag weer een andere term. Maar ik zal eerlijk zeggen, het academische debat over IT of IT of IS, Information Systems, meer de functionaliteit, of het per saldo nu goed of slecht is voor duurzaamheid, is eigenlijk een beetje niet klaar. En eigenlijk weten we het niet helemaal. Want je kunt zeggen van, digitale dienstverlening, digitale winkelen, dat biedt allerlei voordelen op, want dan ga je niet naar een winkel toe. Maar je hebt ook wel weer de microdistributie van allerlei zaken die we online bestellen, noem maar op. Dus er zitten allemaal plussen en minnen aan en eigenlijk zijn we niet helemaal uit. Andere realiteit is ook, het is er gewoon, je kunt het niet meer wegdenken. Dus ik denk dat we ons wel een bewustzijn moeten hebben van hoe kunnen we IT daar goed voor inzetten. En dat we op die manier moeten kijken. En de totaalsom, laten we hopen dat het verbetert. Ik zou daar geen oordeel over durven geven nog. Maar laten we even die overstap maken naar hoe gebruiken we nu dingen. En op wat voor niveau denken we nu eigenlijk over de inzet van IT, maar ook wel over op wat voor niveau beschouwen we duurzaamheidsaspecten daarvan. En wil ik u graag door een modelletje nemen dat wij gebruiken in ons onderwijs, dat eigenlijk vier niveaus laat zien. Het eerste niveau is het niveau van de bedrijfsmiddelen, de business resources, de middelen die we gebruiken om in een organisatie of in een bedrijf, ik gebruik de term business nogal vaak, om dat mogelijk te maken. Daar zit natuurlijk IT in. Maar als we denken aan hogescholen en universiteiten, is het niet alleen maar IT is een bedrijfsmiddel. Je gebouw is ook een bedrijfsmiddel. Dus goederen, gebouwen zit ook op dat niveau. En als ik veel duurzaamheidsverslagen van organisaties lees, dan gaat het heel erg over dat bedrijfsmiddelenniveau. Hoe maken we onze middelen die we gebruiken om ons organisatieproces, onze business te draaien, hoe maken we die een beetje duurzamer? Daarmee noem ik eigenlijk het tweede niveau. Het tweede niveau is bedrijfsprocessen, business processes. Hoe kun je je bedrijfsproces aanpassen dat ze eigenlijk slimmer zijn en dat ze eigenlijk minder energie verbruiken? Waarom heb ik daar als voorbeeld slimme apps gezet? Kunnen we in ons bedrijfsproces iets bouwen waardoor de student bijvoorbeeld beter geïnformeerd wordt over allerlei roosterwijzigingen of als er een les uitvalt? Dat vindt de student leuk, denk ik. Komt er niet voor Jan Doedel naar de hogeschool toe. Maar het scheelt ook weer het transport van die student. Ja, wat kan de docent op afstand? Nou, noem maar op. Je kunt je daar allerlei toepassingen bij verzinnen die wij als IT-managers en IT-afdelingen van een HBO of een universiteit kunnen doen om eigenlijk onze processen duurzamer, groener te maken. Een derde niveau is het businessmodel zelf. Als ik naar mijn hogeschool kijk, Hogeschool Utrecht, zitten wij toch heel erg in een traditioneel, klassikaal, full contact model van een hogeschool. En we hebben altijd lokale tekort, met name in de herfst. Heeft u dat ook? Het is altijd te weinig lokale. We zitten eigenlijk in een vrij traditioneel model. Kun je daar ook andere modellen in vormen? Nou, zaten we vanmiddag bij een discussie waar ook de Open Universiteit bij zat. Nou, die hoef je niks te vertellen over andere modellen. Dat is er. Maar eigenlijk zie ik die ontwikkeling van e-learning modellen, blended learning, distant learning op een andere manier. Misschien meer educatieve apps, educatieve toepassingen om in een deel van ons onderwijs te doen. Zie ik eigenlijk in Nederland nog niet zo heel erg hard ontwikkelen. Het Nederlandse taalgebied helpt daar niet helemaal in. Als we iets in de Nederlandse taal willen doen, krijgen we die ontwikkelkosten er bijna niet uit. Ik denk dat we daar nog een stap verder kunnen doen. Ik ervaar in Utrecht de eerste reactie als wij erachter komen dat in september het gebouw altijd te klein is. Is van we gaan zo roosteren dat we uiteindelijk al die studenten er nog in krijgen. Je kunt ook denken, heb ik ze wel allemaal in het gebouw nodig? Kan ik het toch niet anders ingerichten? Je kunt zeggen, ja, dat gaat alleen over die gebouwbezetting. Maar die gebouwbezetting hangt wel een hoop vast. Daar hangt transport aan vast. Daar hangt je verwarming, onderhoud en dergelijke van je gebouw aan vast. Noem op. Kun je in andere modellen denken? En het laatste niveau is de product of de dienst zelf. En als ik
Denk in de business van hogescholen en universiteiten. Dan verzorgen wij onderwijs en we verzorgen diensten rondom het onderwijs. Dus als je naar het onderwijs denkt, hoe verwerken wij duurzaamheidsaspecten, duurzaamheidsbewustzijn in ons onderwijs? Wat zien we daarvan terugkomen? En misschien, daar staat studentenhuisvesting. Daar gaat het mij niet zozeer om dat we de verwarming 2 graadjes terugdraaien in die studentenkamer. Maar het gaat er meer om, zorg je als universiteit of hogeschool nu dat studentenhuisvesting, dat die punt 1 aanwezig is. Stimuleer je dat, regel je daar wat voor. En dat die ook op redelijke afstand aanwezig is. Dat niet een student toch met grote reistijden geconfronteerd wordt. Dus je kunt daar best aan doen. En ik denk dat je met zo'n model, dat het helpt om duurzaamheidsaspecten te beschouwen. Eigenlijk zowel van überhaupt alles wat je doet. Dus je kunt duurzaamheid op verschillende niveaus beschouwen. Als ook de rol van IT in duurzaamheid. Green IT, dat zit hier, zeg maar. En Green IS zit eigenlijk hier. Greening by IT. Laten we eens even naar die laatste kijken. Ik ben heel blij met de aanwezigheid van de studenten van morgen hier. Het is eigenlijk een beetje de beweging van, we gaan slechte effecten proberen te voorkomen naar goede effecten proberen te regelen. Het is een beetje van reactief naar proactief. En de studenten van morgen hebben onder andere het project Duurzame Student. Waar ik zo net wat meer van hoorde, maar ik was daar, ik had hem in ieder geval gevonden. En dat is een prachtige site waarbij zij ideeën uitwisselen over van alles en nog wat. En uiteraard ook over onderwijsprogramma's. Dus laten we kijken. Dus je merkt hier, bij die student leeft het ook. Ik zal eerlijk zeggen, ik kom dat niet altijd tegen. Ik kom ook nog wel eens tegen studenten tegen die over duurzaamheid zeggen van ja, dat is allemaal marketing. Ja, al die bedrijven, Unilever en zo, gaat nergens over. Nou, ik denk dat het toch niet helemaal zo is. Laten we even kijken. Onder andere hebben zij de, hoe noem je dat? Sustainable. Noemen we dat zo? En dat is de prijs voor de meest duurzame universiteit, mag ik dat zo zeggen? Ja, want ik was erg teleurgesteld. De volledige uitslag. Ja, ik zag er geen hogeschool bij staan. Oké, nou dan gaan we nog verder praten erover. Maar hogescholen worden wel meegenomen als er over de onderwijsprogramma's wordt gekeken. Dus laten we eens kijken. Je kunt daar klikken van wat vinden zij nou van minors, bachelors, masters, projecten, workshops en dergelijke. Nou, ik heb hier eens op, volgens mij is het bachelors, heb ik eens gedrukt. En gekeken wat zit er nu achter. En ook wel een beetje door de masters heen gekeken. En dan zie je nog wel, dat zit in een bepaalde hoek. Dus het gaat al snel over milieustudies. Het gaat al snel over duurzame ontwikkeling. Soms gaat het over de gebouwde omgeving. IT kom ik niet zoveel tegen. En dan werk ik op een business school. Ik werk op de faculteit Economie en Management. En ik kom ook niet zoveel business tegen. En dat vind ik wel jammer. Want daar zie ik wel een ontwikkeling in. Green MBA is een beetje een hype in de Verenigde Staten. Bedrijfskundige studies die eigenlijk dat green imago erbij hebben. En misschien is dat voor een deel ook marketing. Maar de EACSB, een van de organisaties van Business School, is dus heel actief in het stimuleren van sustainability in het MBA, in het business curriculum. En dat is wel aardig, want we zagen ook vanmiddag in de discussies, heel veel technologie, heel veel kennis is aanwezig. Maar zeker als je naar dat hogere niveau gaat, die businessmodellen en je producten en diensten zelf, dan wordt het dus business. En dan moet je dus eigenlijk ook die businessstudenten en die managers van morgen, die moet je bewust maken, wat doen we nu met sustainability en welke overwegingen horen erbij. En dan ga ik u een beetje meenemen in wat we daaraan doen, in ieder geval bij ons in de faculteit, los van wat kleine dingetjes. Dit is een initiatief waar we heel graag bij aan zouden sluiten, maar nog niet bij aangesloten zijn. PRIME, een VN-initiatief onder VN-auspiciën. Principles for Responsible Management Education. Eigenlijk als je dit leest, dan staat er wel Management Education. Maar ja, welke universiteit of hogeschool doet geen Management Education? We zitten dat er allemaal wel heel dicht tegenaan. Ook al zijn we domeingerichte universiteit of hogeschool. Als je de principes leest die hierachter zitten, ik heb ze nu niet even op sheet gezet. Maar als u deze site zoekt en u klikt daarop, dan komt u ze wel tegen. Daar kun je niet tegen zijn.
En die hebben implicaties zowel voor je core business, voor je curriculum, voor je inhoud, als ook voor je bedrijfsvoering. En ik denk dat dat de uitdaging is, om het ook een beetje uit je bedrijfsvoering, niet alleen daar aandacht aan duurzaamheid te besteden, maar het meer in de curricula zelf daar aandacht aan te besteden. En we hebben vanmiddag wel gesproken, hoe zit het in IT-curricula, maar het moet gewoon in al die curricula. Het moet gewoon overal. En daar hebben we volgens mij nog een paar slagen te winnen. Prime zou je helpen. Er zijn een aantal Nederlandse universiteiten die hebben dit ondertekend. Ik moet tot mijn schande bekennen, mijn eigen hogeschool nog niet. We hebben nog niet helemaal voor elkaar. Op het moment dat je dat ondertekent, dat je daarbij aansluit. Dat is niet een soort accreditatie waarvoor je moet betalen of die over je heen komt. Nee, het is een soort zelfverklaring dat je zegt van ik hou rekening met deze principes. Dat geeft je op een bepaald moment wel een integrale visie op hoe je met duurzaamheid omgaat in je hogeschool. En je ziet het woord sustainable of green er overigens niet in terugkomen. Nee, het gaat over responsible management education. Dat responsible is niet zo'n fout woord. Dat is best wel een handig woord. Het green is überhaupt, lijkt het soms wat beperkend. Responsible opent wat meer. Ik kom er straks nog even op terug. Zoals al aangekondigd, wij doen iets met projectmanagement. Een aantal jaren geleden, zo'n beetje 2006, hadden wij wat wisseling van lectoraten. Mochten wij een nieuw onderwerp verzinnen. Toen kwam dat nieuwe lectoraat kwam binnen. En wij kozen om projectmanagement daar een rol in te geven. En eigenlijk vanuit de waarneming dat er helemaal niet zoveel lectoraten of onderzoeksgroepen of universiteiten zijn die zich profileren op projectmanagement. Dus we dachten, hey, daar kunnen we wel wat mooi mee. Dus daar gingen we mee aan de gang. Ze deden een onderzoekje en naar de toekomst van projectmanagement. En dat mochten we ook presenteren in 2007 op het Nederlandse projectmanagementcongres. Nou, allemaal hartstikke prachtig. En daarbij gebruikten we een bepaald competentiemodel van de projectmanager. En dat maakte onderscheid in technische competenties. Dat is wat je echt projectmanagement zou noemen. Gedragscompetenties, dat gaat over de persoon van de projectmanager. En contextuele competenties. En contextuele competenties ging, waar gaat nou die omgeving van dat project? Waar gaat die nou naartoe? En welke invloed heeft dat op het werk van de projectmanager? En uit dat onderzoek bleek dat waar eigenlijk projectmanagement ontstaan is uit die technische competenties, en nu een beetje zit in de gedragscompetentieshoek, het gaat heel veel over skills tegenwoordig, technisch blijft het nog steeds belangrijk, zeg maar, de Prins 2-achtige methodieken, dat die context, die wordt in de toekomst steeds belangrijker. Dus als je nu je studenten wat bijbrengt over projectmanagement, moet je eigenlijk een drieslag maken. Je moet ze Prins 2 leren, je moet ze skills leren en je moet ze ook duidelijk maken waar gaat die context naartoe. Want de projectmanager van morgen, die moet snappen waar de context van zijn project naartoe gaat. En die moet erop aansluiten. Oké, toen gingen wij een curriculum bouwen voor een master of projectmanagement. Een beetje ambitieus, we zetten ze een masterstudie neer. Master projectmanagement. Dan zaten we met een hele groep vanuit de praktijk zaten bij elkaar. En zeiden van, nou, dan kun je wel een curriculum bouwen. Dus dat gaat over risicomanagement en stakeholder management en business case. En allemaal dat soort termen. Dat komt u wel bekend voor, denk ik. En toen zeiden we, ja, eigenlijk moet dat het programma moet ook nog een beetje een ziel hebben. Het moet nog een beetje een verbindend thema hebben. Het moet nog ergens over gaan. Projectmanagement, ja, dat zit in de titel. Maar het moet daar nog een missie in hebben. En toen kwamen we op sustainability. En sustainability vanuit eigenlijk twee waarnemingen. Die ene waarneming, dat het die context steeds belangrijker wordt. En waar gaat die context van projecten naartoe? Of je nou bruggen bouwt, of IT-systemen, of wat dan ook. Nou, duurzaamheid, want je doet dat in organisaties, of voor organisaties, of voor een maatschappij. Die moet wat met duurzaamheid. Dat was één waarneming. En twee, vanuit sustainability geredeneerd, of vanuit duurzaamheid geredeneerd. Duurzaamheid heeft verandering nodig. Verandering van die producten, diensten, die bedrijfsmodellen, die bedrijfsprocessen en de bedrijfsmiddelen. En hoe worden die veranderingen gerealiseerd? Heel vaak in projecten. Ik zeg niet altijd dat het altijd de meest handige vorm is, maar we doen het wel. En wij organisaties gebruiken projecten om iets te veranderen. Het is een soort standaard instrument, standaard organisatiemodel bij veranderingen. Dus we dachten, daar doen we wat mee. Dus wij hebben een prachtig curriculum gebouwd. Dat is een part-time master. 2 jaar part-time. Nou, dit kent u allemaal. En we hebben daar een module in gezet. Sustainability en projectmanagement. We dachten, ja, we maken dat het thema van die master. En we gingen met al die ontwikkelaars, gingen we op een bepaald moment die modules verdelen. Van nou,
Wie wilde management of change doen? Dat wilde wel iemand. Wie wilde stakeholder management doen? En wie wilde risicomanagement doen? Dat werd allemaal verdeeld. 3 keer raden welke overbleef op tafel. Precies. Sustainability en projectmanagement. Want niemand had een idee wat het was. Dat bestond ook helemaal niet. Ik zei, nou, die ga ik dan wel doen. Ik wist ook niet wat het was, maar ik denk, misschien kom ik er wel achter. Dus we zijn gaan kijken en we zijn inderdaad wel een beetje erachter gekomen. En ik zal niet de hele geschiedenis meenemen, maar door een paar sheets meenemen van waar kun je nou aan denken als je denkt in sustainability in projectmanagement. En het is niet een logisch onderwerp altijd, want projecten zijn tijdelijk en sustainability suggereert dat het heel lang is. Dus dat bijt elkaar een beetje. Nou, dat begint met na te denken, hoe beschouw ik nou de context van mijn projecten? Ik doe een project straks als projectmanager, of het nou een IT-project is, of het is een brug, of het is weet ik veel. Hoe beschouw ik de context? Beschouw ik hem voor, nou, dit is de opdracht, dit is de organisatie, dit is mijn stakeholder, ik doe het hier en nu en klaar. He, op het moment dat die brug er staat, is het ook af voor mij. Of zeg je toch van, nou, dus, weet je, die brug die heeft een effect. Dat systeem, dat wordt straks gebruikt. Wat gaat dat gebruik doen? Dus wat zit er achter je project? Ik maak gebruik van een toeleverancier. Die toeleverancier zit in India. Of in Duitsland. Of weet ik veel waar. Maar in een global economy zit hij al snel aan de andere kant van de wereld. Hoe zit het met zijn business? Hoe zit het met zijn community? Wat gebeurt er allemaal? Dus hoe beschouw ik de context van mijn project? Nou, we hebben ook een soort definitie bedacht van sustainability in projectmanagement. Waar we traditioneel vooral dachten in de projectdelivery en de projectfase, zijn we later in projectmanagement al wat meer gaan denken over de levenscyclus en stakeholders. Dus ook de exploitatiemanagementfase en allerlei stakeholders erbij. En sustainable project management, ja, dan denk je toch ook een soort over je society effecten. En een beetje de Brundtland definitie volgend is je tijdshorizon, onze generatie en volgende generaties. Nou, dat maakt het beroep een stuk leuker, maar niet makkelijker. Een andere. Je komt dus op stakeholders. Het helpt je dus, dat benoemen van die context, dat geeft je ook ideeën over stakeholders. Dus misschien is die gemeenschap van die toeleverancier van jou in China, aan de andere kant van de wereld, misschien is dat ook wel een stakeholder. Want wat trek je daar weg, zeg maar? Of de toeleverancier van de toeleverancier van de toeleverancier, dat is ook wel stakeholder. En de gebruiker van jouw project over 20 jaar is misschien ook wel stakeholder. Dus wat kun je daarmee? En denkend in triple P-concepten, misschien zijn milieugroeperingen wel stakeholders. Shell heeft zich ooit een beetje verslikt in Greenpeace als stakeholder. Dat doen ze ook niet meer. Dus denkend vanuit meerdere perspectieven kom je soms op andere stakeholders. Wat is de inhoud van het project? Hoe definiëren we dat? In wat voor termen? En dan niet alleen denkend in het ding wat je neerzet. We hebben eigenlijk hier het model wat vertaald naar het project toe. In projecten denken we vaak in de project deliverable. He, dat is wat we neerzetten. Maar de project deliverable heeft ook een effect. Dat is vaak de goal. Je ziet het ook wel eens gedefinieerd als output en outcome. En hoe richten we ons projectproces in en welke projectmiddelen gebruiken we? Als ik ook in mijn project op die 4 niveaus kijk, kan ik ook op die manier naar duurzaamheid kijken. Al snel denkt de projectmanager dat dit zijn wereld is en dit voor de opdrachtgever. Nou ja, weet je, misschien heb je als projectmanager er ook wel een beetje kijk op. Misschien kun je wel praten met je opdrachtgever over wat hier is. Zijn we nog wel met het goede ding bezig? En geen enkele projectmanager is volgens mij de laan uitgestuurd omdat hij aan zijn opdrachtgever vroeg, zijn we nog met het goede ding bezig? Dat mag je best af en toe vragen. De business case hangt er natuurlijk mee samen. Waarom doen we dit eigenlijk? Als je die niveaus niet snapt als projectmanager, snap je ook niet wat de business case is. En dan ben je ultiem als projectmanager niet verantwoordelijk voor die business case. Maar het helpt wel als je weet wanneer zijn we nog met het goede bezig. En wat is daar van invloed op? En in welke term is die business case gedefinieerd? Welke indicatoren spelen erbij een rol? Zijn het alleen de profitindicatoren? Of hebben we ook andere doelstellingen? En als je andere doelstellingen hebt, of andere indicatoren, hoe rapporteer je daarover? Is het niet vreemd dat heel veel organisaties duurzaamheidsrapportages doen, maar dat de projectrapportages in die organisaties nog steeds over tijd en geld en budget en kwaliteit gaan?
En niet over al die indicatoren die we volgens de Sustainability Reporting Guidelines en dergelijke als organisatie rapporteren. Dat is best raar. Ja, dan heeft het nog niet de werkvloer bereikt, zeg maar. Maar dat gaat wel komen. Oh. Risicomanagement. Kennen we deze nog? 2,5 jaar geleden. Ongelukje. Was ook een project. Als we risicomanagement denken in projecten. Wat voor risico denken we? Wat is de scope van hoe we ons risico beschouwen? Zijn het de projectdoelstellingen? Is het het projectproces? Of is het ook die deliverable of het effect erachter? In wat voor risico, wat voor perspectieven? Economisch? We hebben ook in ons risicoassessment de triple P. Risico's voor wie? Vanuit welk perspectief kijken we? Vanuit stakeholders? Vanuit de opdrachtgever? Vanuit de projectmanager? En wie bepalen eigenlijk de risico's? Doe je dat met een stakeholder samen? Of doe je dat als projectmanager zelf? Materialen en inkoop. Nou, toen kwam zojuist nog aan de orde. Welke criteria neem je mee in de selectie van je suppliers, in de selectie van je materialen? Als je naar criteria gaat kijken, en dit is een voorbeeldje uit de Global Reporting Initiative, die Sustainability Reporting Guidelines publiceert, dan zie je dat al dit soort indicatoren hebben een grote aandacht voor het sociale. En we merkten dat ook een beetje vandaag in de discussie. Wij denken al snel dat sociale zit wel goed. We hebben het veel meer over, duurzaamheid heeft bij ons veel meer het groene aspect, het environmental aspect en veel minder het sociale aspect. En dat is een beetje geografisch bepaald. Als je in Zuid-Afrika over duurzaamheid praat, over sustainability, dan gaat het over gelijke rechten en ook werk voor zwarte medemensen. In West-Europa ligt het een beetje anders. En dat komt waarschijnlijk omdat we het hier zo goed hebben. Alleen, ieder project dat we doen, heeft ook een aspect dat aan de andere kant van de wereld zit. En hoe zijn de arbeidsomstandigheden daar? Hoe is de organisatiegraad daar? Om het nog maar niet te hebben over hoe gaan we met society en customers om? Hoe open zijn wij over dingen naar buiten toe? Hoe ethisch zijn we? Daar kunnen we denk ik in de westerse wereld toch ook nog af en toe wat vraagtekens bij stellen. Het projectteam zelf. Wat betekent sustainability? Ook met name ook de sociale component, voor hoe we met het projectteam omgaan. Projecten zijn uitgelezen organisaties om mensen behoorlijk er doorheen te jagen. Behoorlijk over de kling te jagen. En zou je ook niet je projectteam eigenlijk beter achter moeten laten dan dat het is als je het aantreft? Zou ze niet moeten leren van je project? En als laatste, de organisatie. Zeer terecht werd de vraag gesteld, hoort bij Green IS of Green IT, hoort er ook niet een hogere succesgraad van projecten bij, werd vanmiddag gesteld. Ja, dat hoort er zeker bij. Als wij aan duurzaamheid in projecten denken, betekent het ook dat we succesvollere projecten doen. Betekent ook dat we als organisatie leren van projecten. Hoe draag ik nou bij, als projectmanager, aan het feit dat mijn organisatie er beter van wordt? Nou, die lessons learned die ik op het eind moet opschrijven, is altijd een soort verplicht ritueel nummer. Nou, zo proberen wij met projecten, de projectmanager van morgen, toch wat bewustzijn mee te geven over projectmanagement en over duurzaamheid in projectmanagement. En ik zal een heel klein stukje van onderzoek laten zien wat we op dat gebied doen. We laten studenten ook case studies maken. Dat doen we met behulp van een soort volwassenheidsmodel. Dat eigenlijk nagaat dat model hoe integreren, hoe beschouwen organisaties sustainability, duurzaamheid in projecten en projectmanagement. En dan zie je de niveaus terugkomen. Het model zit een beetje zo in elkaar. 3 groepen criteria, people, planet en profit. En eigenlijk 4 niveaus van beschouwing. En de 5e is, we doen het helemaal niet. Dus we beschouwen het helemaal niet. Of ik beschouw het op het niveau van de bedrijfsmiddelen, de bedrijfsprocessen, het bedrijfsmodel of de producten en diensten zelf. Daar hebben we nu zo'n 60 case studies mee gedaan. En wij vragen van al die altijd bij zijn score vragen wij hoe doe je het nu en hoe zou je het graag willen. En het zijn alle soorten projecten. Het is zowel bouw als IT als organisatie, noem maar op. Dit is het uitslag voor het people perspectief. Nou, non-existing scoort hoog en dan ziet u het verder een beetje aflopen. Wat is opvallend hieraan? U kunt zeggen, het lijkt wel dat we het grootste deel dus het niet beschouwen. Dat klopt wel, maar dat ligt misschien ook een beetje aan het instrument. Het is net hoe je dat instrument definieert. Wat is vooral opvallend, dat er een ambitie zit
Dus desired, de toekomstige situatie of de gewenste situatie, scoort hoger dan de huidige situatie. Dus die organisaties willen duurzaamheid meer in beschouwing nemen dan ze nu doen, op het people aspect. En dat die ambitie eigenlijk het grootste is op deze niveaus, wat kleiner op het bedrijfsmiddelen. Niveau. Dat niveau kennen we wel een beetje. We moeten gewoon goede bedrijfsmiddelen hebben, die moeten duurzaam zijn. Maar meer de proactieve niveau, hoe doen we dat nou in het bedrijfsmodel en in de producten diensten zelf, daar is nog winst te halen. En dat patroon zie je eigenlijk op alle drie de variabelen. Dit is het planet, nou een beetje minder non-existing, maar ook hier zie je op de resources niet zo heel verschil, maar op het proces. Dus hoe kunnen we het proces van ons project beter maken, zit een grote ambitie om te verbeteren. Of hoe kunnen we het product of dienst wat we opleveren beter maken, daar zit een grote ambitie. En profit, nou niet geheel verbazingwekkend, scoort non-existing hier niet als hoogste. Dus we hebben daar wat meer oog voor. Maar ook hier zit de ambitie om meer, zeg maar, de proactieve vorm van duurzaamheid mee te nemen. Dus er is een duidelijke ambitie waar die projectmanagers ook een rol in kunnen spelen. Als je nu nog vraagt, wat is het onderscheid tussen bouwprojecten en IT-projecten? Laten we het toch even over IT-projecten hebben. Dan hebben we dat gesplitst op dat moment in het onderzoek. Dan scoren bouwprojecten overal beter dan IT-projecten. Het niveau van bewustzijn voor duurzaamheid in IT-projecten is lager dan bij bouwprojecten. Dat is niet geheel verbazingwekkend. Ik denk dat wat dat betreft nog qua awareness nog wel wat te winnen hebben. Even terug naar uw wereld. Dit was even het uitstapje naar projectmanagement. Ja, Green IT speelt zich dus hier af op de middelen. En eigenlijk is het andere allemaal Green IS. Daar is nog wel wat te doen. Maar een probleem waar u tegenaan loopt. Ja. Wie investeert en waar zitten die benefits? Even maar om een heel flauwe te noemen. Want er zit natuurlijk ook een soort politiek in zo'n organisatie. Of de normale organisatieverhoudingen. Dat speelt overal. Nou, daar één aspect uithalend. Dat is eigenlijk een probleem dat een beetje hoort in de IT chargeback wereld. Kun je zeggen, dat is een beetje IT doorbelastingswereld. Hoe rekenen we nou af tussen IT en de business? Of tussen gebruikers, noem het zo even. En daar zit best een leuke ontwikkeling in. IT chargeback. Aantal overwegingen die erbij een rol spelen. Eerste is, wat zijn nou echt de kostendrijvers? Ik zal niet zeggen dat het gelijk met duurzaamheid te maken heeft, maar in die hele discussie over hoe belasten we IT-kosten door, is het belangrijk om uit te vinden wat veroorzaakt nou echt kosten. Nou, vroeger was het vooral MIPS en dergelijke, was het vooral beslag op mainframes. Tegenwoordig zijn we erachter gekomen dat het vooral veranderingen en verhuizingen en nieuwe dingen, dat vooral kostenbeslag heeft. Dus we zijn meer activity-based costing-achtige concepten in die IT-doorbelasting door gaan voeren. Dat is één. Twee, het instrument dat we nodig hebben om die doorbelasting te kunnen gaan doen, moet ook weer niet te veel kosten. En dat is ook wel logisch. Het moet niet te veel bureaucratie worden. Nou helpt de IT ons daar ook wel weer een beetje in, dat wij veel beter kunnen meten. Iedereen heeft onderhand zijn service desk wel geautomatiseerd en zijn service management geautomatiseerd. Dus dat geeft je ook meer data om eigenlijk die kostdrivers te meten en op basis daarvan door te belasten. Dus de kosten van het instrument worden eigenlijk minder, dat scheelt weer. Drie. Een van de hoofdoverwegingen bij die doorbelasting is dat je een faire basis krijgt. Het moet eerlijk zijn, het moet fair zijn. Of het moet de perceptie van eerlijkheid hebben. Anders is het heel erg demotiverend. Organisatieeenheden, managers, die vaak ook in hun performance worden afgerekend op doorbelastingen, moeten het idee hebben van nou, het is terecht dat ik ergens een bepaalde rekening voor krijg. Dus ze moeten daar een gevoel van fairheid bij hebben. En het tweede, en dat is misschien nog wel misschien de belangrijkste op overal niveau. Het moet eigenlijk het maken van de juiste keuzes moet het stimuleren. En soms is dat iets anders dan eerlijkheid. Het klinkt raar, maar het maken van de juiste keuzes betekent in een bedrijfsmatige setting en in een organisatiesetting soms ook dat je je aan standaarden houdt, want dan is het relatief goedkoper. Dus dat je geen exotische dingen doet.
En eigenlijk daarmee, nou, en als laatste fiscale effecten, maar daar hebben wij wat minder mee te maken, denk ik. Daarmee is eigenlijk dat hele doorbelastingsvraagstuk van die kosten is een beetje uit de zogenaamde cost recovery sfeer gekomen. Het was een beetje bedrijfseconomisch administratiespelletje. Het is heel erg in de IT governance sfeer gekomen, of governance of IT. En degene van u die heel erg COBIT aanhangen, die komen daar dat proces tegen. COBIT zegt, je moet nadenken over je IT chargeback strategie. En dat is een interessant fenomeen. Het gaat uiteindelijk dus erom, hoe kun je nou een dusdanig systeem opzetten dat je eigenlijk het gedrag beïnvloedt van de vraag. Van de vrager, moet ik zeggen. En dat is interessant. En die zou je ook naar duurzaamheid kunnen proberen te vertalen. Want dit, hoe interessant IT chargeback in kostensfeer ook is, is het nog steeds maar één perspectief. We zitten nog steeds even in dit perspectief. En waar zie je op dit moment een beetje ontwikkeling in ontstaan, kun je ook een soort IT chargeback-achtig systeem opzetten voor eigenlijk een soort je carbon footprint. Ja, kun je daar toch ook een beetje dat de vervuiler betaalt principe. Ja, dus dat je ook de gebruiker eigenlijk bewust maakt. Want in eerste instantie is het een bewustzijnsproces, want daarmee maak je hem ook. Hè, daarmee ga je zijn gedrag beïnvloeden. Bewust maakt van als je dit doet, een site neerzet, bepaalde documenten deelt met anderen, noem maar op, dingen in gebruik neemt. En natuurlijk heb je een baseline nodig, je hebt wat nodig. Maar dan heeft het die en die effecten. Dus kunnen we eigenlijk van de IT chargeback wereld, die op zich al in gebruik is, of in ontwikkeling is, kunnen we daar vandaan nou eens gaan kijken, hoe zou je ook andere criteria, die wel met duurzaamheid te maken hebben, andere perspectieven, hoe zou je daar toch het gedrag van gebruikers in kunnen beïnvloeden? Nou, ik denk dat dat nog een leuke klus is voor de toekomst. Dus misschien kunnen we daar nog wat onderzoek op doen. En dan hebben we het, eigenlijk nog steeds een beetje over die planethoek. En is nog steeds die sociale hoek nog niet zo heel erg aan de orde gekomen. Want ik denk dat dat in, maar dat komt een beetje door die term green. Ik denk dat we dat ook wel kunnen constateren. Dat we daar nog wat minder oog voor hebben. En misschien dat het ook minder speelt in de setting van onze organisatie. Maar in de maatschappij speelt de rol van IT in armoedebestrijding, hulp, opleidingen op afstand, die is gigantisch. Daar wordt juist heel veel van verwacht. Het IT for development ontwikkeling. Beetje gaan afsluiten. Als dat mag. maken we genoeg meters? Wat was de vraag die ik op de eerste sheet had gesteld? Maken we genoeg meters? Nou, als ik zo wat door, en ik ben niet overal bij geweest uiteraard, dat was fysiek onmogelijk, maar als ik zo door wat discussies kijk vandaag en kijk wat er op de agenda stond, dan denk ik dat een enorm pluspunt is, ik bedoel, we zijn hier en er gebeurt hartstikke veel. Er gebeurt echt hartstikke veel. Ik heb een aantal voorbeelden gehoord uit Rotterdam, onder andere van de Open Universiteit en van onze eigen hogeschool. Ik vond het fantastisch. Er gebeurt hartstikke veel. En dat staat duidelijk op de agenda. Wie werkt er bij een organisatie, wie werkt er bij een hogeschool of universiteit die niet zegt dat duurzaamheid belangrijk is? Nee, volgens mij zeggen we allemaal, geloof ik, alle universiteiten en hogescholen en alle provincies en alle gemeentes, volgens mij is het overal speerpunt. Dus dat is positief. Ook wel een beetje tricky, hè, want dat verliest het ook wel weer aandacht na een tijdje, maar op zich allemaal belangrijk. Wat ik zelf nog wel een beetje mis, en dan stap ik even naar naar het laatste punt. Bijvoorbeeld zo'n prime-principe. Ik zie nog een beetje gat zitten tussen de dingen die er gebeuren. Soms redelijk bottom-up. Hartstikke goede dingen, hartstikke prachtig. De ambitie die op de website staat. En daartussen zie ik een gapend gat. En ik hoop niet dat dat bij allemaal zo het geval is. Maar bij een aantal organisaties zie ik dat gat. Een beetje visie die eigenlijk de initiatieven die er leven en die ideeën een beetje integreert en ook wat sturing geeft. En zegt van, dit, wij vinden duurzaamheid belangrijk en dat werken we zo uit. Dit is onze visie erop en zo werkt dat door. Naar die vier lagen toe. Dus zowel naar mijn bedrijfsvoering, naar mijn middelen, naar mijn processen, maar ook naar mijn curricula. Sorry deze, integratie in programma's en curricula. En dan niet alleen in IT. En niet alleen in ontwikkelingssamenwerking en niet alleen in milieukunde, nee, overal.
Ja, ik werk nu eenmaal op een business school, dus ik zeg business voorop. Maar dat is mijn eigen afwijking, maar zeker ook business. En dan hoor ik nog te veel collega's die zeggen van ja, een beetje hype. Van hype, kom op zeg, in welke wereld leef je? Dan mis ik nog een beetje wat. Dus ik zag net iemand uitgebreid die ja knikken. Dus dat geeft wel herkenning blijkbaar. Dus, Oké. Ja, en dan als we naar waar we het zojuist over hadden, een beetje de green IT. Vooral veel die energy efficiency, dat is ook hartstikke goed. Maar het is niet alleen dat. Er is wel meer dan dat. Dus laten we het niet te eng interpreteren. En laten we het vooral ook naar de integratie in echt al die domeinen toewerken. Echt, het is zo hard nodig. Ik zeg altijd tegen mijn studenten, de hamvraag is niet eens het energiegebruik. Of het is niet eens die fossiele brandstoffen die opraken. Nee, de hamvraag is, hoe gaan we in 2050 een beetje comfortabel leven met 9 miljard mensen op deze aarde? En als je 1 keer in India bent geweest en je beseft dat daar nog ongeveer 400 miljoen mensen bijkomen in de volgende 40 jaar. Maar heb je enig idee van het probleem dat het geeft? Dus maken we genoeg meters? Nou, ik denk dat zoals wij hier bij elkaar zitten, dat we hartstikke meters maken. Maar er zijn er ook een hele hoop die er niet zitten, zeg maar. Dus dat we ook binnen onze universiteiten en hogescholen ook nog een redelijke job te doen hebben om het verder ingebed en verder geïntegreerd te krijgen. Zo. Dank u wel voor uw aandacht. Dank u wel.